Ja, vrienden, het is toch ook ongelooflijk, hè? Ja, dan zet ik er dus een bericht op, hè, over die mondkapjes, hè. En ik ben daar dus heel duidelijk, want ik zeg tegen jullie allemaal van, het is geen plicht. Ik zeg alleen maar tegen jullie van, als je verstandig bent, dan zou ik het gewoon doen. Dan zou ik, ja, want die mevrouw in Amerika, die vertelt dat dan. Die zegt van, kijk, er komt toch uiteindelijk minder doorheen. Dus als je dichterbij bent dan anderhalve meter en er begint iemand, die begint te zingen of te praten of te spugen of te doen of te hoesten. En dan komt er gewoon door dit mondkapje, komt gewoon minder spul met virussen, komt er doorheen. En dan word je dus gewoon minder ziek. Ja, dat is het hele verhaal. En meer niet. En dat heb ik als, ja, afvalchinees, heb ik dat dus in doorgeefluik, heb ik dat doorgegeven aan jullie. Zo van, nou jongens, en doe ermee wat je wil. Ik heb alleen gezegd, als ik dus, ja, in de buurt kom van drukte en noem maar op, dan doe ik hem even voor het mondkapje. Ja, en dat lijkt mij verstandig en slim. Maar moet je die dan die reacties zien die ik krijg? Zo van, ja, maar ja, jij krijgt weer betaald, dan gaan we weer. Ook ouwe koek. Dan is het, Harry is ineens een viroloog. Harry is helemaal geen viroloog. Totaal niet. En dat ga ik ook helemaal niet beweren. Ik geef alleen maar door. Ik zeg wat ik gelezen heb. En stond trouwens in de Telegraaf van die professor uit Californië. En meer niet. En, dan, en iedereen begint dan ineens Van Dussel. Van Dussel die snapt het. En Van Dussel is onze man. En Van Dussel die begrijpt helemaal hoe het zit. Nou, Van Dussel snapt er geen moer van. Gewoon bij dat nou. En nog wat. Ik denk gewoon dat ze in Amerika er meer verstand van hebben. En wat denk je van Italië nu? Mondkapjesplicht. En in Italië zijn ze natuurlijk allemaal knettergek. Tuurlijk, dat denken jullie. Ja, die zijn allemaal stapelgek. Nee, en in Amerika zitten zoveel experts. En die hebben dat dus gewoon keurig uitgevonden. En dat geef ik alleen maar door. En ik denk dat de Amerikanen er iets meer kijk op hebben dan Jaap van Dissel. Ja, en eigenlijk komt het erop neer, beste vrienden. En dat wil ik gewoon tegen jullie zeggen. Gewoon, het lijkt wel alsof jullie niet snappen in welke fase we zitten met dit virus. Weet je in welke fase we zitten? Je ziet hem hangen daar. Zie hem hangen? Het is 11:55 en misschien wel 12:40. En kijk nou wat er hangt. Zie je wat er hangt hier? Zie je wat er hier hangt? Dat is een noodklok. Dat is de noodklok die jullie allemaal in je hoofd moeten horen gaan. Daar gaat het om. Hier, en ik ga hem luiden voor jullie. Want ik ben er een beetje klaar mee. Met al gezeik en gezever. En noem het maar op. De noodklok, die moeten jullie horen. De noodklok. En die ga ik voor jullie luiden. Hier, en let op. Bang, hoor je hem? Hoor je hem? Dat is de noodklok. Bang. Hier, goed luisteren. Hap, bang, bang. Noodklok, hier. Hap, het is de noodklok. Ja. Bam. Dat is de noodklok. Voor Nederland. Ja. En ik ga... Potverdorie nog een keer. Ja. Zo. En onthoud dat. En nu ben ik er klaar mee.